Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van In Depot, aflevering nummer 21. Dit is mijn koets. Het kan, hè, maar je hebt andere koetsen. We gaan zo meteen kijken naar de Kierenboe van Schimmelpenninck. Dat is pas een koets. Kom maar mee. Edwin, daar staan we weer in de museumfabriek. Bij een Kierenboe. Precies. Wat is het? Ja, we zien het als een koetsje, maar leg uit. Ja, dat is een reiskoetsje. Ja, een speelkoetsje noemen ze het ook wel. Maar dit is niet zomaar een koetsje. Dit is het koetsje van Rutger Jan Schimmelpenninck. Rutger Jan Schimmelpenninck. Ja. We zeggen Diepenheim, raadspensionaris. Precies. Oh. En de naam, hè, want daar begon je net mee. Als je heel ver in de tijd terugkijkt, dan zie je dat dit soort koetsjes ook wel een kierenbeuk genoemd worden. Waar dat kieren vandaan komt, weet ik niet. Maar de buik, dat zou te maken hebben met een soort ronding. En ze werden veel in Friesland gebruikt. En daar heet het dan kierenbuuk. Nou, en dan heb je al snel kierenboe weer verbastering. Dus een verbastering. Dus dat zou kunnen dat het daar vandaan komt. Ja. Jij zegt een speelkoetsje? Ja, zo noemen ze dat. Moet ik voor korte afstanden. Ja, pleziertochtjes. Ja. Korte afstandjes, even door het dorp rijden, rondje door het dorp of zoiets. Dus een beetje zoals de mensen nu een kleine MG hebben en zo'n open dakje, zeg maar. Zo. Dat idee. Ja, en ik kan het ook zien, hij is eigenlijk dus ook niet comfortabel. Het is niet echt geschikt voor lange afstanden. Nee. Je kan bijvoorbeeld al zien aan de vering. De vering is met deze leren banden. Ja. Dus je had niet van die mooie geasfalteerde wegen toen. Nee, en dat hobbelde van alle kanten. Ja. En dit is dan de enige vering, nou, daar wil je echt niet de hele dag in zitten. Dus grappig is dat. Ik zie dan zo'n een beetje de Franse pruikentijd, zal ik maar zeggen. Iemand die zo hotsklotsend in zo'n koetsje zit, en dat moet dan chic zijn. Zeg maar. Ja. En van Rutger Jan Schimmelpenninck? Ja, Rutger Jan, ja, en dat is natuurlijk wel een bijzondere figuur. We gaan even terug naar de patriottentijd, 1790 zo'n beetje, 17 iets eerder nog. Er waren een heleboel mensen die waren niet eens met het bestuur, met het bewind, met de besturen in de steden, met het bestuur in het land. Het was geen koninklijke familie, maar met de Oranjes. En die noemden zich patriotten. Die wilden echt een republiek. Beetje naar Frans voorbeeld. En een van de personen die daar een belangrijke rol in spelen, was Rutger Jan Schimmelpenninck. Hij is opgeleid als jurist. En in Leiden, hij is daar ook gebleven. En hij kreeg daar een belangrijke functie binnen die patriotten. En want je had een opstand, een soort opstand, die is later weer neergeslagen. De koning van Pruisen die kwam hier de Oranjes weer terug in de zadel helpen. Maar later, met hulp van de Fransen, werd een Bataafse Republiek gesticht. Ja. Daar was Rutger Jan Schimmelpenninck. Die werd naar de belangrijkste partnerland, Frankrijk natuurlijk, die is daar ambassadeur geworden. Later is hij raadspensionaris geworden. Liever had hij zelf president geheten. Ja. Naar voorbeeld van de Fransen en van de Amerikanen, dat je echt een president had. Ja. Die het ook heel veel voor het zeggen had. Dus hij sorteerde vast voor met een speelkoetsje, waar hij een beetje zo naar de mensen kon zwaaien. Ja, zoiets. Uiteindelijk is hij anderhalf jaar ongeveer minister-president geweest. Trieste voor hem dan wel. Hij was natuurlijk echt een republikein. Dat hij vervangen is door Lodewijk Napoleon, die door zijn broer koning gemaakt werd. Dus de republikein, de grote fan van de Fransen. Grote fan ook van Napoleon, Napoleon Bonaparte. Ja. Die werd afgezet ten gunste van de broer van Napoleon, die hier een koning gemaakt werd. Hey, en Rutger Jan Schimmelpenninck heeft zich teruggetrokken op het landhuis in Diepenheim. Ja, ja. En dat is even de sprong naar vandaag. Dat is nog steeds in bezit van de familie Schimmelpenninck. Ja, precies. Dus Albert, die er nu woont, en onze allerbekende Sander Schimmelpenninck. Ja, familielid. Dat zijn rechtstreeks van Rutger Jan Schimmelpenninck. Ja, precies. Ja. Dat is wel grappig, ik weet niet of je dat weet, maar Henk Kamp, de voormalig minister, die woont dus op dat landgoed. Hè. Die woont pal eigenlijk op de oprijlaan naar het landhuis van Schimmelpenninck. Ja. Dus dan zie je dat die macht zich gewoon verzamelt weer. Hè. Dat blijft gewoon een beetje op diezelfde plek. Klopt, dat blijft bij elkaar. Dan. Ja. Weet jij trouwens of die Schimmelpennings nog steeds republikeinen zijn? Ja, als ik die columns lees van Sander Schimmelpenninck, dat is wat ik bedoel. Dan zou me niks verbazen. Bloedkruip waar ik niet gaan kan. Ja. Hey, dankjewel, mooi verhaal weer. Ja.